Meneer Kokke, we zijn hier in een bijenstal. Ja. Wat houdt dat in, een bijenstal? Ja, we stonden hier, staat hier ongeveer al 25 jaar. Vroeger was het hier rondom Boomgaard, ongeveer 12 hectare. En op een gegeven moment werd ik door meneer Kommerjan, die zat samen met mij op de cursus, gevraagd of dat ik mijn bijen hier ook wilde plaatsen. Om te bestuiven. Dus na 2 jaar, die Boomgaard die groeide ook uit. En na 2 jaar besloot hij om hier een bijenstal neer te zetten voor 25 à 30 volken. En hoe groot is één volk? Eén volk, dat zijn maar in de zomer ongeveer 50.000 tot 60.000 bijen. En dan zitten ze op 2 bakken, zoals steeds. Hier zitten ongeveer 50.000 bijen in. Wat je hier ziet, dat is eigenlijk een doorsnee van zo'n bijenvolk. Hier zit oud broed. Oud broed. Het is wel donkerder, die bijen. En hier zit het padarrenbroed. Die komen eerdaags uit. Hierboven zitten larfjes, eitjes. En in de midden zie je de larfjes zitten, dat witte. Als die larf, die ligt onder in de cel. Op het moment dat die groot genoeg is, oud genoeg, een dag of 8, strekt hij zich, kop naar boven. Gaat zich verpoppen, inspinnen. En de bijen die maken er netjes een kapje over, dus dat die bij daar ongestoord kan verpoppen. Na een dag of 8 komt die jonge werkster eruit, want het is werksterbroed. Op het moment dat ze eruit loopt, 3-4 centimeter loopt ze en is ze al aan het broed aan het verzorgen, aan het schoonmaken en dergelijke. Een bij die leeft in de zomer ongeveer 6 weken en is ook gewoon 6 weken aan het werk. Ze werkt 3 weken in de bijenkast. En na 3 weken wordt het een vliegbij. Dan werkt ze nog 3 weken in het veld. En na 3 weken is ze meestal gewoon versleten. Dan zijn de vleugels op en dan op een gegeven moment sterft ze waarschijnlijk onderweg, werkende weg. En einde verhaal voor haar. Nou staan we hier in de bijenstal, maar hier hoeven we niet zoveel aan te doen. Ja. Ze vliegen in en uit. Ja. Maar u moet natuurlijk ook die honing die ze produceren in de kasten, moet u eruit zien te krijgen. Ja, nou daar zijn we vandaag voor het eerst mee bezig dit jaar. We hebben hier een werkplaatsje bijgebouwd bij deze bijenstal. En redelijk schone ruimte met een honingslinger en spullen om de honing te ontzegelen. Kunnen we daar even gaan kijken? En goed, dan gaan we daar even naartoe. We zijn nu in een soort werkplaatsje terechtgekomen. Ja. En wat doen we hier nou? Nou, hier voeren we wat reparaties uit aan kasten, schilderwerk, dergelijke in de winter onderhoud. En in de zomer, als er honing is, dan kunnen we hier de honing slingeren. Ja. Het is, en hoe gaat dat in zijn werk? Want er staat hier een kast. Ja. En daar zitten honingraad in. Als er voldoende dracht is, zeg maar, dan slaan die bijen de honing in de honingkamer op. Als de raten voldoende verzegeld zijn, vol zijn, dat betekent dat de nectar die de bijen gehaald hebben, die bevat maar 20% suiker. En honing maximaal 20% vocht. Dus er moet 60% vocht uitgedampt worden. De bijen die doen dat onderling, geven het door, trekken het vocht eruit en voegen ook enzymen toe aan de honing. Zo ontstaat eigenlijk honing. Dus de enzymen die splitsen de grove suikers die er nog in aanwezig zijn, maltose en dergelijke, in enkele suikers. En als het voldoende ingedikt is, slaan ze het op. Als het raadje vol is, dekken ze dat af met een mooi zegeltje. En als wij de honing willen winnen, moet dat zegeltje er weer af. Dus dat doen we met een speciale vork. We steken daar die zegeltjes af. Elk celletje wat niet geopend is, gaat ook echt niet leeg in de centrifuge. Hier, dit is mooie honing. Hoe lang hebben ze hier nou voor moeten werken? Nou, globaal? Ze hebben er nu wel zeker 3 weken aan gewerkt, want het was een heel droog voorjaar.
Dus die honingbakken die vulden heel langzaam op. Als je kijkt eigenlijk vanaf de fruitdracht is dit de eerste honing. Dus dan zijn we al een paar maanden verder. Hè. De fruitdracht die begint ongeveer half april. En we zitten nu half juli. Dus het effend jaar heeft het wel heel lang geduurd voordat we iets konden slingeren. Nu gaat hij in de honingslinger. Ja, dan moeten er drie in, zo. Ja. En celletjes die staan een beetje schuin achter, dus hij moet zo draaien, dan slingert de honing er aan de ene zijde uit. Het is een soort centrifuge. Ja, we laten hem even een paar minuten draaien en dan draaien we hem om, dus zodat de andere kant eruit geslingerd wordt. Na het slingeren loopt de honing in een dubbele zeef. Dus eerst de wasdekseltjes, de restjes van was die er nog in zaten. En daarna zit er onderin zit een fijnere zeef. En die haalt echt de kleine deeltjes eruit. Maar zo grof, dus dat de stuifmeel die er nog in zit en dergelijke, dat die gaan er wel doorheen. En als hij zo ver is, dan kan die honing eigenlijk in de pot. Dan is die gewoon kant-en-klaar. Ja, we laten hem meestal nog een paar dagen staan, omdat het door het slingeren zit er heel fijn schuim in de honing. Dat laat je nog een paar dagen omhoog komen. Die honing gaat in een tap en met een kraan onderaan, dus dat schuim dat ligt boven. De honing die wordt dan zuiver in de pot gedaan. En dan heb je pure honing. Dan heb je pure honing. Kijk, bijvoorbeeld hier. Ja, hij wolkt een beetje, want deze neigt ook om te kristalliseren.